Van harte welkom allemaal bij deze sessie vanuit de SIP-domeingroep Ethiek. We gaan het vandaag hebben over ethische data science en dan als organisatieuitdaging. Dat verhaal gaat worden verteld door Joris Krijger, die onder andere actief is bij de Volksbank als verantwoordelijke voor AI en ethiek. En na zijn verhaal zullen Marlies van Steenbergen van de Hogeschool van Utrecht en Alex Korra van de Sociale Verzekeringsbank, allebei lid van onze domeingroep ethiek, aan tafel aanschuiven en met Joris in gesprek gaan over wat hij verteld heeft. Dus er is mij weinig anders dan Joris jou het woord te geven. En ik zie dat de payoff die jij bij de Volksbank hebt staan is beter voor elkaar. Nou, ik hoop dat dat ook geldt voor hoe jullie met data en ethiek omgaan. Dus the floor is yours. Ga je gang. Ja, dankjewel Walter. Ja, welkom allemaal bij de sessie over ethische data science. Leuk dat ik hier wat mag vertellen over mijn onderzoek en over wat ik bij de Volksbank doe. Ik zal eerst mezelf even kort introduceren. Mijn naam is dus Joris Krijger. Ik ben wat we genoemd hebben een Ethics and AI Officer bij de Volksbank. Ik ben 3 jaar geleden begonnen bij de Volksbank en tegelijkertijd met een onderzoek aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. Allebei op het gebied van AI en ethiek. En inmiddels heeft dat dus geresulteerd in een rol binnen de Volksbank, waar ik later ook wat meer over zal vertellen. Maar waarin ik me bezighoud met de ethische aspecten van, nou ja, AI is natuurlijk het buzzword, maar eigenlijk, en daarom heb ik het ook de ethische data science genoemd, eigenlijk alle toepassingen van data science die binnen de Volksbank ontwikkeld worden. En in mijn onderzoek aan de universiteit probeer ik dat, die praktische inzichten ook weer te vertalen naar academische inzichten. Nou ja, over beide aspecten zal ik zo nog wat meer vertellen. Centraal in ieder geval in beide functies die ik heb, is deze onderzoeksvraag waarmee ik 3 jaar geleden ben begonnen. Er waren toen een heleboel frameworks, kaders, principes, raamwerken voor responsible AI. En mijn vraag was vooral van, ja, hoe kunnen we dat nou tot aan het niveau van tot aan het bureau van de data scientist brengen? Hoe breng je die abstracte ethische principes, rechtvaardigheid, uitlegbaarheid, eerlijkheid, hoe breng je die nou daadwerkelijk in de praktijk? Dus hoe kun je nou die ethische principes operationaliseren in een data science context? En eigenlijk in deze sessie, waarin ik 25 minuten iets ga vertellen over mijn onderzoek en mijn werk bij de bank, wil ik jullie eigenlijk meenemen in de stappen die ik daarin gezet heb en ook de stappen die ik nog hoop te gaan zetten naar de toekomst toe. Dus dat even voor nu. Maar voordat we het onderwerp induiken, wilde ik eigenlijk eerst een dilemma aan jullie voorleggen. Want dit is een vraag die ik veel voorbij hoor komen en die misschien nog niet zo makkelijk te beantwoorden is als die op het eerste gezicht lijkt. Maar ik wilde gewoon even het net ophalen van wie jullie eigenlijk verantwoordelijk vinden voor de uiteindelijke ethiek van data science toepassingen. Dus wie is uiteindelijk verantwoordelijk voor het ethisch houden of ethisch ontwikkelen van algoritmes? Is dat de ontwikkelaar, de innovatiemanager? Is dat de eindgebruiker? Dus bijvoorbeeld iemand in de business of iemand van, nou ja, bij commerciële bedrijven een marketingafdeling? Is dat compliance die moet toezien op het ethisch gebruik van algoritmen? Of is dat echt een senior management of boards-achtige verantwoordelijkheid om ethiek op een goede manier daar te laten landen? En natuurlijk is er altijd de optie van geen van deze of een combinatie van deze en dan klik je anders aan. Dus ik ben benieuwd hoe jullie hier naar kijken. Ik leg deze poll voor op verschillende plekken waar ik spreek. En het is nog nooit voorgekomen dat er exact dezelfde verdeling bijvoorbeeld uitkomt. Kijk eens even aan, dat is een mooie verdeling, maar ik zie dat er een sterke voorkeur is voor senior management. Dus het is duidelijk, een ethiek is duidelijk in ieder geval in jullie optiek een taak van top-down. Waar de ontwikkelaar 7%, innovatiemanager en eindgebruiker eigenlijk minimaal vertegenwoordigd zijn op deze lijst. Dus dat is een interessant inzicht en de goede tweede is anders. Dus dat is ook interessant dat het eigenlijk senior management en vervolgens een combinatie wellicht kan zijn van deze. Maar dat er in ieder geval geen echt eenduidige lijn zit in van, ja, wie vinden we nou verantwoordelijk voor ethiek bij data science toepassingen? En die vraag is een beetje het beginpunt ook van wat ik wil vertellen en wat ik wil delen in deze sessie. De agenda ziet er als volgt uit. Ik wil iets vertellen over, nou ja, ethiek en data science. Misschien zal het voor een deel van jullie al bekend zijn, maar ook gewoon even van hoe ziet dat onderzoeksveld er nou uit? En vervolgens wil ik langzaam richting de praktijk gaan en richting de Volksbankpraktijk gaan. Omdat mijn eigen onderzoek zich richt op eigenlijk de organisatorische dimensie. Dus een focus op de context van implementatie. Dus daar wil ik wat meer over vertellen. En daarna wil ik iets vertellen over wat we bij de Volksbank gedaan hebben, doen en willen doen. Als het gaat om het implementeren en operationaliseren van ethiek. Om vervolgens nog een beetje vooruit te blikken van wat kan er allemaal nog
gebeuren. Dus dit is een beetje de insteek. We gaan van een misschien meer onderzoeksachtige benadering naar praktische toepassingen en use cases zoals de Volksbank dat aanvliegt. Stel als je tussendoor vragen hebt, ze gerust in de Q&A, zodat we daar later weer op in kunnen gaan. Goed, ethiek en data science. Ja, ik zei het al toen ik begon met mijn onderzoek. Toen waren er een heleboel raamwerken en frameworks. In 2019 waren dat er 84 international standards frameworks for responsible AI. Inmiddels zijn het er meer dan 220. Dus dat laat zien dat er een hoop activiteit is op dit onderwerp, een hoop gebeurt. De onderzoeksvraag die ik had was dus vooral praktisch georiënteerd. Van ja, wat betekent het nou om dit soort raamwerken en dit soort principes in de praktijk te brengen? En als je daar wat meer induikt, als je kijkt naar wat betekent het om dit soort ethiek of ethische principes te gaan operationaliseren, dan zie je eigenlijk dat er in de literatuur, maar ook in de praktijk, twee benaderingen zijn om dit aan te vliegen. Eerste benadering is wat genoemd wordt de principled approach. Dus dat is het opstellen van een ethische code, het hebben van zo'n raamwerk waar er dus al best veel van zijn, om op die manier eigenlijk de organisatie en de ontwikkelaars is dan vooral het doel, te informeren over de principes die ze mee moeten nemen in het ontwikkelproces. Dus dat zijn vaak vrij algemene principes. Dat is ook wat vrijer in te vullen. Daar tegenover zou je kunnen zeggen staat die value-based design benadering. Value-based design is juist het tegenovergestelde in die zin dat het heel erg richt op een specifiek designproces van een specifiek product. Heel erg juist in de praktijk en veel minder een soort theoretische open normen. Maar veel meer een concreet design waar je waarde aan toe wilt voegen. En ik zal van beide even een kort voorbeeldje geven om daar wat voeling mee te krijgen. Omdat dit, zoals ik het zie, een beetje de twee hoofdstromingen zijn waar het gaat om het implementeren van ethiek in data science of het implementeren van ethiek in technologie. Die principled approach, dit is een heel uitgebreide afbeelding. Maar wat ik hiermee wil laten zien, dit is een verzameling die ze bij het Berkman Klein Center hebben gemaakt van een goed aantal van de frameworks die er zijn voor het goed gebruik van algoritmen. En wat ze gedaan hebben, ze hebben gekeken wat zijn nou de waarden die ze allemaal met elkaar gemeen hebben. Dus die zie je daar recht staan. Promotion of human values, professional responsibility. Die komen eigenlijk in al die frameworks komen die terug. En die bolletjes laten zien in welke mate die terugkomen. Dus een groot bolletje betekent dat er veel op ingegaan wordt. Een kleiner bolletje wat minder. Maar wat ik zelf het meest interessant vind, is dat je dus ziet dat er vanuit heel verschillende sectoren eigenlijk dit soort frameworks worden opgesteld. Dus de private sector stelt zelf bepaalde ethische frameworks op. Google, Microsoft, die hebben allemaal een ethics framework voor hun gebruik van data en hun gebruik van AI. Maar ook vanuit overheid en intergovernmental worden dit soort frameworks opgesteld. En ik zei het al, er zijn er dus inmiddels legio. En de vraag is en was tot op zekere hoogte van in welke mate gaat zich dit nou vertalen naar richtsnoeren die daadwerkelijk ook voor de praktijk te gebruiken zijn. Nou ja, één vorm waar je wellicht al iets van hebt meegekregen, is dat er een European AI Act aankomt. Een risicogebaseerde wetgeving die voor alle AI-toepassingen die in Europa ingezet worden van kracht gaat zijn. En die maakt eigenlijk het onderscheid tussen unacceptable risk, dus dat zijn de vormen van risico, of de toepassingen met een risico waarvan we gezegd hebben, dat is dermate onverantwoord. Dat zouden wij als Europa niet moeten willen. Dat strookt niet met onze waarden. Dat is een social credit system zoals ze dat in China hebben. Waarin je met facial recognition wordt gevolgd in de publieke ruimte. En als jij een keertje door rood loopt, gaat dat van je sociale score af. En als jouw sociale score zo laag wordt, dan kan je bijvoorbeeld geen auto meer kopen, geen huis meer huren. Noem maar op. Nou ja, daarvan hebben we gezegd, dit willen we in Europa niet. Veel interessanter, denk ik, zijn de high-risk toepassingen die we hebben opgenomen in die wetgeving. En dat is eigenlijk een soort lijst met toepassingen van AI, waarvan we gezegd hebben, nou ja, die vallen allemaal onder high-risk. Er zit ook niet een soort heuristiek achter op basis waarvan je kan bepalen of iets daadwerkelijk high-risk is. Het is een lijst waarvan ze gezegd hebben, die gaan we misschien naar de toekomst toe nog wat meer aanvullen. Bepaalde high-risk toepassingen met een hoge impact, die zullen aan een conformity assessment moeten gaan voldoen. En dan heb je het over toepassingen die onder andere in het onderwijs worden ingezet, maar ook HR-achtige toepassingen. En dat is vanuit de Volksbank natuurlijk relevant. Credit approval, dus kredietbeoordelingssystemen.
En daarna heb je nog twee categorieën, low risk en no risk, waarvoor ze zeggen, daar wordt het geadviseerd om wat aanvullende standaarden op te nemen, zoals bijvoorbeeld rond het gebruik van chatbots, waar verder niet al te zware wetgevingseisen aan komen te hangen. Maar dit is dus één vorm waarop die principes hun weg kunnen vinden naar de praktijk, namelijk wetgeving. Er zitten nog allerlei haken en ogen aan waar we misschien later in de discussie ook nog op terug kunnen komen. Want ik zei al, het is niet, het kan vaak lastig zijn om een toepassing te klassificeren op risicoscoren. En natuurlijk ook die conformity assessment. Hoe wordt dat ingestoken? Wat gaat dat betekenen? Hoe gaat dat eruit zien? Dat zijn allemaal nog een soort vraagtekens waar nog duidelijkheid over moet komen. Maar het is één vorm waarop die principled approach eigenlijk doorwerkt naar de praktijk toe in de vorm van regulering. De tweede approach voor het implementeren van ethiek in technologie of in data science is de value-sensitive design benadering. En value-sensitive design gaat er eigenlijk vanuit dat we in onze technologieontwikkeling menselijke waarden moeten meenemen. En dat we per design eigenlijk, per toepassing moeten kijken, welke waarden vinden we hier belangrijk? Hoe zien de stakeholders eruit? Hoe worden die geraakt door deze toepassing? En hoe kunnen we dat design zo vormgeven dat strookt met de waarden die wij van belang vinden voor dit design? Dus dat zit waar die principled approach in een soort open en abstracte normen zit. Promoting human values. Hoe algemeen wil je het hebben? Zie je hier dat het value-sensitive design echt gaat om een concreet design. En in dat designproces gaan we kijken, voordat we aan het ontwikkelen gaan, van wat vinden we nou van belang en hoe zorgen we dat dat goed terugkomt in het specifieke design. Voordat we verder gaan naar de organisatorische dimensie, vind ik het wel van belang om aan te stippen dat eigenlijk allebei de methodes al gebruikt worden. Er zijn natuurlijk zat organisaties die een raamwerk hebben met ethische principes of een policy hebben rond het goed gebruik van algoritmen. En er zijn ook best wat organisaties die bezig zijn met bijvoorbeeld begeleidingsethiek en andere vormen van value-sensitive design waarin je actief aan de slag gaat met die waarden. Zelf kwam ik toen we met allebei de benaderingen aan de slag gingen bij de Volksbank er toch op uit dat ook geen van de twee benaderingen echt zaligmakend is, omdat ze allebei wel beperkingen of tekortkomingen hebben. In het geval van value-sensitive design is bijvoorbeeld iets wat opviel dat juist omdat je per design zo'n sessie hebt, de overall consistentie tussen de verschillende toepassingen die je ontwikkelt en de waarden die je daaraan meegeeft problematisch kan zijn. Een soort de governance die je eromheen opzet, kan wat lastig zijn. Dus daarin mis je eigenlijk meer een soort algemeen en een procedurele embedding. Ook misschien doorheen het ontwikkelproces wat meer begeleiding. Dat je niet alleen in de designfase verder kijkt, maar ook later in het proces. En misschien zelfs als een systeem al in gebruik is, een bepaalde vorm van monitoring daaraan toevoegt. En bij de principes, ja, dat is natuurlijk heel lastig om daar concreet handen en voeten aan te geven, omdat dat zo breed interpretabel en ambigu is. Dat je altijd kunt beargumenteren dat je wel aan bijvoorbeeld fairness vereisten of non-discriminatie vereisten voldoet, maar ook evengoed het tegendeel beweerd kan worden. Dus dit zijn twee benaderingen die vruchtbaar zijn, die goed zijn om mee aan de slag te gaan, maar die ook hun tekortkomingen kennen. En het is om die reden dat ik in mijn eigen onderzoek ben gaan kijken naar een ander aspect, wat volgens mij van belang is om deze twee benaderingen als het ware op een goede manier te laten landen in organisaties. En dat is wat ik de organisatorische dimensie heb genoemd. Dus om te beginnen bij die uitdagingen van, je hebt die principes, die zijn ambigu. En daarin kan conflict ontstaan, ook tussen verschillende principes. We hebben bijvoorbeeld, als we het hebben, en dat is volgens mij een rechtszaak die nu vanuit Bunk gevoerd wordt, bijvoorbeeld met de Nederlandse Bank. Je hebt bijvoorbeeld systemen die heel goed performen, dus die bijvoorbeeld in hun fraudedetectietaken, ik noem maar iets, heel erg goed onderscheid kunnen maken tussen fraudeleuze transacties en niet fraudeleuze transacties, maar die niet meer uitlegbaar zijn. Dus die zo complex zijn geworden dat het explainability of transparantie of uitlegbaarheidsaspect in het geding komt. En dat is eigenlijk een trade-off, een conflict tussen waarden waar je een keuze in zult moeten maken, omdat je niet allebei kunt realiseren. En dat is een uitdaging van het aan de slag gaan met die principes en ook het hebben van een policy of een framework kan weinig ondersteuning bieden bij het oplossen van dit soort conflicterende principes. En ook die waarden zelf, ik noemde het al, zijn vaak lastig te vertalen naar concrete beslissingen in concrete situaties. En dat geldt voor die principled approach en voor die value-sensitive approach. De waarden klinken natuurlijk allemaal goed. Niemand is tegen de wereldvrede.
Maar als je vervolgens gevraagd wordt, zoals mij gevraagd werd toen ik bij de bank begon en zei, jongens, we moeten iets met fairness doen. Van wat betekent fairness dan en hoe moeten we dat door laten werken in de data of in het model? Dan zit je ineens met een heel andere uitdaging. Van ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Hoe gaan we die vertaalslag maken naar het concrete model of wat we willen doen en de waarden zoals we die gedefinieerd hebben? Dus er zit ook, je kunt er in zekere mate iets aan ontlenen, zo'n waarde, maar het kan ook lastig zijn om te vertalen naar ondersteuning voor concrete beslissers. En een derde uitdaging die mij opviel, is dat AI en eigenlijk alle vormen van technologie altijd al worden ontwikkeld in organisaties die al met een bepaalde waardestructuur opereren. Dus er is al een bepaalde, bewust of onbewust, een bepaalde waardehiërarchie, bepaalde dingen waarop gestuurd wordt. En je kunt nog zo'n mooi discussie over ethiek hebben bij een bepaald design, maar als er aan het eind van de lijn bepaalde KPI's gehaald moeten worden, of er op bepaalde dingen vanuit de organisatie wordt gestuurd of gehamerd, dan kunnen ook die waarden weer conflicteren met de waarden die je eigenlijk in je technisch design probeert te steken. En dit zijn ook drie aparte hoofdstukken van mijn proefschrift, omdat ik denk dat dat interessant is om verder te onderzoeken van hoe raken nou die organisatiewaarden aan technologieontwikkeling. Ook hoe kunnen waarden nou concreet helpen of ondersteuning bieden bij beslissingen. En hoe vertalen we die principes en hoe gaan we om met conflicten tussen principes op het moment dat we een beslissing moeten nemen. Dus dit zijn een paar uitdagingen die aan die benaderingen zitten, die bij mij in ieder geval de vraag oproepen van ja, wat betekent dit dan voor implementatie van ethiek in organisaties? En eigenlijk waar ik op uitgekomen ben, is het volgende, dat als je het hebt over het implementeren van ethiek bij artificial intelligence of in data science, dat we heel snel geneigd zijn om te kijken naar technisch design. En dat we daarmee eigenlijk het organisatiedesign aspect over het hoofd zien. Maar wat mij betreft is het organisatiedesign net zo belangrijk als het technisch design. Dus dat betekent dat er ook van de organisatie iets gevraagd wordt om ethiek te implementeren. Dat kun je niet alleen aan ontwikkelaars overlaten. Niet tegen ontwikkelaars zeggen, we geven je een training en een lijst met principes waar je aan moet voldoen en succes. Het vraagt daadwerkelijke verandering in de hele organisatie. En je moet een organisatie inrichten die in staat is met dit soort ethische aspecten in eerste instantie te signaleren, dat is één, maar ook op een goede manier te managen en daar op een goede manier mee om te gaan. Dus dit is een beetje de stelling geworden van mijn proefschrift, dat als we ethiek of responsible AI goed willen doen, dat we niet alleen met onze assessments en met onze methodes moeten kijken naar technisch design, maar ook moeten kijken naar hoe leeft dit in de organisatie en hoe is die ethiek ingebed in de processen en structuren van de organisatie. Dus om het onderscheid een beetje zo naast elkaar te zetten, waar je het met technisch design vooral hebt over het vinden van manieren om ethiek een plek te geven in technisch design, of het auditen van een technisch design op bepaalde ethische waarden, zou ik zeggen, het organisatorische aspect, gaat het veel meer om het een plek geven van ethiek in de organisatie zelf. Dus het ontwikkelen van organisaties die in staat zijn op een goede manier de ontwikkelprocessen van technologie vorm te geven. En in technisch design kijken we naar de beste methodes om bijvoorbeeld de waarden van stakeholders in een design of in een framework te integreren en dat mee te geven aan data scientists. En ik zou zeggen, vanuit een organisatorisch perspectief is het interessant, hoe zorgen we er nou voor dat die ethiek echt in de structuren en processen van organisaties kan komen te zitten? En kunnen we ervoor zorgen dat het een vast onderdeel wordt eigenlijk van hoe we bijvoorbeeld systemen ontwikkelen en hoe we systemen evalueren. En daarin gaat het dan misschien minder om het design zelf, maar vooral om de ethische motivatie rond de afwegingen die in zo'n designproces worden gemaakt. En dat gebeurt natuurlijk ook met technologie. Je kunt nooit alle risico's volledig mitigeren. Dus er moet ook een soort beslisproces zijn voor wat doen we met de restrisico's. Daar moet acceptatie van zijn, dat moet onderbouwd worden. En dat zijn eigenlijk fundamenteel ethische vraagstukken. Van op basis waarvan baseren wij dat we hier de juiste afweging gemaakt hebben. En het is denk ik van belang om een organisatie in te richten die zichzelf dat soort vragen kan stellen. Die dat op een goede en breed gedragen manier kan beantwoorden. En die antwoorden ook kan documenteren. Zodat mochten ze daar ter verantwoording over worden geroepen, ze die verantwoording ook kunnen geven. Nou ja, dat is ook een beetje de gedachte waarmee binnen de Volksbank ethiek en data science is opgezet. Zoals ik al zei, kwamen we op een aantal dingen uit toen we de bestaande methodes gingen toepassen. De eerste en misschien wel het meest belangrijke is het belang van context.
Veel van de assessments die we gebruikt hebben, impact assessments, zitten heel erg sterk op het technische design. Wat voor model gebruik je, welke data gaat erin? En eigenlijk kwamen wij bij onze eigen ethische evaluaties erop uit dat, dat de context minstens zo belangrijk, zo niet belangrijker is om een goede en volledige ethische evaluatie van een model te geven. Dus we kijken niet alleen naar data, model en uitkomst, maar ook bijvoorbeeld hoe wordt die uitkomst gebruikt. Welke waarborgen, checks en balances zitten er nog in het proces waar zo'n systeem eigenlijk onderdeel van is. En dus ook ja, in het beoordelen van een toepassing moet je die hele keten van data tot gebruik van de uitkomst meenemen om daar een goed en zinvol en volledig beeld over te hebben. En dus voordat je tot een goede evaluatie kan komen van zo'n toepassing, moet je ook bijvoorbeeld weten, wat is de baseline? Hoe zag het proces er hiervoor uit? Wat gaat het model veranderen aan dat proces? Hoe kunnen we dat misschien ook tegen elkaar afzetten? Hoe kunnen we dat wegen? En dat brengt een volgende lesson learned met zich mee, eigenlijk die proportionaliteitsvraag. Niet alle toepassingen, en in de wetgeving wordt er al rekening mee gehouden, maar niet alle toepassingen zijn even zwaar. Op niet alle toepassingen moet je een even grote assessment of check loslaten. Dus er is ook vanuit de business, vanuit de data scientist zelf, een grote vraag op, ja, kunnen we dat nou niet een beetje proportioneel doen? Kunnen we ervoor zorgen dat die checks zo ingericht zijn dat we niet voor een marketing toepassing die bepaalt of iemand een brief of een e-mail moet krijgen, een hele vragenlijst moeten doorworstelen over mensenrechten, maar dat we daarvan wellicht gewoon kunnen zeggen, nou ja, die is iets minder zwaar, impact is iets minder hoog, en daar kunnen we een iets lichtere vorm van assessment op doen. Dus die context en die proportionaliteit hangt heel erg samen. En de laatste, ik noem hem ook al, is dat het heel erg gaat om embedding. Het hebben van aparte workshops om over waarde te discussiëren bij design is waardevol, maar er moet ook een follow-up zijn, er moet een continue monitoring zijn, en het moet eigenlijk als onderdeel van de gehele lifecycle van zo'n model, moet je eigenlijk die vragen stellen en ook kijken wat is bijvoorbeeld gedaan met de ethische adviezen die zijn afgegeven, hoe zijn die waarden, komen die uiteindelijk terug? En dat zijn eigenlijk dingen die je structureel moet inbedden in de organisatie en waar je structureel een plek voor moet inruimen in de systemen om ervoor te zorgen dat je grip houdt eigenlijk op die ethische aspecten van zo'n model. Dus dat zijn drie lessen die we geleerd hebben en om dan even de route te schetsen die we als Volksbank hebben afgelegd. Nou ja, wij zijn denk ik zoals veel organisaties begonnen met het vaststellen van principes. Dat was bij ons gewoon een kwestie van een heleboel van die frameworks doorlezen. En eigenlijk net als die Berkman-Klein plaats die ik eerder liet zien, kijken wat zijn nou de meest voorkomende principes of waar convergeren eigenlijk al die frameworks nou naartoe, welke principes. En dat is dus transparantie, uitlegbaarheid, eerlijkheid, een human in the loop of een soort menselijke escalatielijn, privacy, accountability, dat soort waarden. Maar eigenlijk de challenge zat hem vooral in als we die principes hebben opgesteld en aangenomen, wat gaan we dan vervolgens doen? En dan heb je het over de impact en het daadwerkelijk implementeren. Dus wat wij gedaan hebben is een impactanalyse gedaan van oké, als we deze waarden willen vertalen naar ons modellenlandschap, wat zou dat dan betekenen? Voor welke modellen zou dit een ingrijpende verandering betekenen? Voor welke modellen doen we het eigenlijk al vrij goed en hoeft er weinig veranderd te worden? En op basis van die inzichten zijn we gaan kijken van kunnen we nou verschillende benaderingen gaan proberen om te zorgen dat we die ethische dimensie toevoegen aan de huidige werkwijze die er al is. Want ook dat is denk ik een belangrijk inzicht. Een hoop organisaties hebben al iets van een modelvalidatie of een model governance team of een compliance team, een privacy office, die allemaal al expertise hebben als het gaat om gebruik van data, om het afnemen van assessments. En het is zonde en ook onnodig om dubbel werk te gaan doen. Dus hoe zorg je nou dat die assessments en dat die ethische benaderingen goed afgestemd zijn op wat er al is. En dat het ook resoneert bij de data scientist. Want dat is uiteindelijk het belangrijkste. Ik zei al, dit zou niet en zou nooit alleen de verantwoordelijkheid van de data scientist moeten zijn. Uit de poll bleek gelukkig dat jullie daar ook zo over denken. In de praktijk is het toch vaak waar het neergelegd wordt. Omdat die natuurlijk aan de toepassingen werken. En dan wordt er onbewust van uitgegaan van, nou ja, die zullen dat wel verder oplossen. Dus hoe zorg je nou dat je die betrekt in die ethische evaluatie die je afneemt? En bij ons heeft dat in een specifieke vorm van governance geresulteerd, die we het Ethics Office hebben genoemd. En het Ethics Office is eigenlijk betrokken in elke ontwikkelstap van data science toepassingen binnen de Volksbank, waar we in een eerste fase, dus waarin het
concept nog niet helemaal duidelijk is. Een soort exploratiefase waar de ontwikkelaars dan in zitten. Alleen wat kaders meegeven. Omdat we hebben gevonden dat in die fase het nog weinig zin heeft om te spreken over concreet ethisch advies, omdat men nog niet weet welke features er in het model gaan, welk modeltype gekozen wordt, hoe het precies, of het überhaupt inzetbaar is in de business. Dus in die vroege fase konden we weinig toevoegen, maar naarmate het model concreter wordt, dus in een pilotfase bijvoorbeeld, zijn we intensief betrokken om ook handelingsopties mee te geven aan ontwikkelaars, om dat model meer in lijn te krijgen met die ethische waarden. En ook als het model in productie is, doen we een monitoring, ethische monitoring bij updates bijvoorbeeld, om te kijken of we daar concreet nog inbreng in kunnen hebben. Dus nou ja, wat doen wij dan zoal als een ethics office? Wij zijn eigenlijk betrokken bij alle data use cases met klantimpact of bij high impact modellen. En dat gaat om bijvoorbeeld om fraude detectiemodellen die wij reviewen, risicoscoring, maar ook dus de kredietacceptatiemodellen die binnen de bank zijn. We stellen het beleid op als het gaat om ethiek, dus welke waarden moeten we voldoen en wat betekent het om aan bijvoorbeeld een waarde als uitlegbaarheid te voldoen. Wij stellen een ethisch advies op met handelingsopties voor de ontwikkelaars. Op het moment dat ze in die pilotfase zitten, geven we aan hen terug. Dan kijken we naar de context, wederom, dat benoemde ik al. Welke context gaat het model werken? Welke risico's zien we vanuit ethisch oogpunt? En welke handelingsopties kunnen we bieden om die risico's te mitigeren? Daar hebben we een ethische klankbordgroep naast gezet, zodat we niet vanuit de ethics office de enige zijn die gaan bepalen wat ethiek is, maar zodat we dat met hen kunnen overleggen en zij bestendigen als het ware dat ethisch advies. En wij zorgen dat er ook continu afstemming is met andere gremia, zoals een privacy office, maar ook een FG bijvoorbeeld, om te zorgen dat we geen dubbel werk doen, maar ook elkaar kunnen versterken in hoe we werken. En het principe waarmee we nu opereren binnen de Volksbank is wat we comply or explain hebben genoemd. Dus het is een ethisch advies. Dat wil zeggen, een ontwikkelaar kan het naast zich neerleggen. Alleen moet hij of zij daar dan wel een goede en duidelijke reden voor aandragen. En het doel, dat is wat ik zelf heel wezenlijk vind, is dat we met het documenteren eigenlijk van die waardeafwegingen doorheen het ontwikkelproces een goede documentatie, maar ook een goede morisprudentie gaan opbouwen. Morisprudentie, de verzameling van de waardeafwegingen die we als organisatie gemaakt hebben op de verschillende modellen. En voor ons zijn de next steps het verdiepen van de principes. En voor ons als bank zou ik het heel mooi vinden als dit soort ethische risico's ook onderdeel worden van de risicotaxonomie of van het risk framework. Zodat het als een soort integraal geheel getoetst kan worden in de risico- of riskprocessen. Dus dat is in een nutshell. En ik kan me voorstellen dat we daar zo meteen nog meer over te spreken komen wat we bij de Volksbank doen. Voor ik afsluit wil ik eerst nog wat andere next steps meegeven. En dat is een stap die we recent gemaakt hebben. 1,5 jaar geleden ben ik met een collega PhD'er begonnen met een idee rond intervisie op ethiek en data science. Ik kwam zelf een hoop organisaties tegen die min of meer op hetzelfde punt stonden. Allemaal graag iets met ethiek en data science wilden doen. En ook tot op zekere hoogte allemaal het wiel opnieuw aan het uitvinden waren. En samen met die PhD'er dachten we van ja, dat moet veel slimmer en effectiever kunnen. En daarom hebben we de Ethische Data Science Associatie opgezet. Eigenlijk is het een soort intervisieclub voor organisaties die ethische dilemma's rond data science willen delen. En daarvan externe experts vanuit eigenlijk heel diverse organisaties, gemeentes, overheden, maar ook grote bedrijven, verzekeraars, input op krijgen. En op die manier eigenlijk een soort externe validatie kunnen krijgen van hun use case, wat advies krijgen. En ook leren van andere organisaties hoe zij dat hebben ingericht, hoe zij bepaalde dilemma's aanvliegen, wat zij hebben ontwikkeld of wat zij hebben staan op het gebied van governance bijvoorbeeld. En recent zijn we begonnen met een Ethical Data Science Maturity Diagram, om eigenlijk organisaties die zich aansluiten bij die associatie ook te kunnen helpen met, nou ja, waar sta je nu als het gaat om volwassenheid en wat is een zinvolle stap om te groeien? Omdat ik ook veel zie dat er best wat organisaties zijn die bijvoorbeeld qua tooling de meest fantastische dashboards hebben om bias te signaleren en om modellen, blackboxes uitlegbaar te maken. Maar als dat zonder policy en zonder governance gebeurt, dan is dat alsnog een beetje loszand. En dan heeft het ook niet zoveel zin om daar nog eens extra in te investeren als die andere punten niet op orde zijn. En het doel van de associatie, van de stichting, is vooral om te zorgen dat organisaties effectief van elkaar kunnen leren.
En dat we dus ook niet organisaties concreet verder helpen elke stap op de ladder, maar dat we bijvoorbeeld organisaties kunnen koppelen uit het netwerk aan andere organisaties die op die aspecten verder zijn, zodat ze van elkaar kunnen leren en ook gewoon bij elkaar kunnen kijken hoe pak je dit soort dingen aan. En het interessante vind ik, dat dat vaak ook tot combinaties leidt die niet direct voor de hand liggend zijn tussen bijvoorbeeld KPN en de gemeente Amsterdam, als het gaat om inkoopbeleid. Dus dat er ook best wel publiek-privaat wat mooie linkjes te leggen zijn, waar je ze misschien niet direct zou verwachten. Dus het is niet zo dat alle overheidspartijen naar elkaar toe trekken en alle commerciële partijen, maar er zit best wel veel kruisbestuiving tussen hoe organisaties met bepaalde, zeker met dit soort thema's omgaan. Dus nou ja, mochten mensen dat interessant vinden, dan leg ik daar ook graag nog wat meer over uit in de Q&A. Maar dit is denk ik een mooie ontwikkeling naar de toekomst toe, waarin we, als we toch allemaal met deze thema's aan de slag gaan, denk ik ook op een zinvolle manier van elkaar moeten gaan leren en kennis moeten gaan delen, om elkaar verder te helpen en om zo een soort gezamenlijk te kunnen groeien en best practices te kunnen gaan opbouwen. En ook gewoon om eigen kwetsbaarheden en dilemma's te kunnen delen in een vertrouwde groep met mensen die ook verstand van zaken hebben. Dat is wat ik wilde vertellen. Ik heb een beetje de brug gelegd van onderzoekstuk theorie naar wat we uiteindelijk bij de Volksbank doen en waar ik verder nog aan bezig ben om meer naar de toekomst toe vooruit te kijken. Dankjewel, Joris. Ik neem het even weer over om een aantal vragen aan je voor te leggen. Eerst wil ik eventjes nog vragen aan Marlies van Steenbergen om even te reageren. En dan kunnen we daarna misschien ook de vragen gaan meenemen die in de chat gesteld zijn. Er zijn best wel wat interessante vragen. Marlies, mag ik jou eerst even het woord geven? Ja, dankjewel Alex. Ja, ik zie inderdaad al heel wat interessante vragen oppoppen in de Q&A. Het maakt wel wat los wat je vertelt. Wat ik zelf heel mooi vind aan jouw verhaal, Joris, is dat je, ja, in mijn woorden dan een soort van holistische benadering hebt op AI en ethiek. En ik denk, en ik onderschrijf dat enorm belangrijk is. Die twee top-down principes en bottom-up waarden bij een specifieke toepassing. En beide hebben zo, wat je zelf al zegt, hun nadelen, maar hun beperkingen. En het zoeken is denk ik inderdaad naar een soort van verbinding tussen die twee. En dat hoor ik jou ook zeggen. Het is niet dat ze geen van twee goed zijn, maar je wilt het verbinden. Dat zoek jij dus in die organisatorische dimensie. Dat vind ik heel mooi. En ook de praktische uitwerking in de Volksbank. Ik heb daar zelf ook wat vragen bij. Een van de dingen die bij mij opkwamen is, en die zie ik ook in een vraag in de Q&A. Dus de rol uiteindelijk toch ook van de individuele professional, bijvoorbeeld de data scientist. Als je een ethics office ontwikkelt. Op een gegeven moment, ik heb een achtergrond zelf onder andere ook in enterprise architectuur. En ik kreeg op een gegeven moment associatie met een architectuurboord. Waar alles langs moet, die adviezen geven, et cetera. En ik heb altijd geroepen, architectuur is iets van iedereen, niet alleen van de board. En ik denk dat je zou kunnen zeggen dat het ook voor ethiek is. Ik hoor je het wel een beetje zeggen. Hoe verhoudt het hebben van een ethics office zich met de verantwoordelijkheid en de competenties van alle medewerkers om op een goede manier met ethiek om te gaan? En dat heeft denk ik ook een beetje te maken met een vraag in de Q&A van hoe doe je het nou bij kleinere organisaties? Waar ik impliciet ook een beetje achter zit, denk ik. Waar je misschien niet zo'n hele ethics office kunt optuigen. Zo vind ik wel interessant. Hoe zit het met de competenties en de rol van individu? En die intervisie is ook heel mooi. Daar komen ook wel wat vragen over vanuit de Q&A. En ook zou je als SIP daar een rol in kunnen spelen. En dat heeft ook weer te maken natuurlijk met dat onderling ook van elkaar leren. Maar zou je dat ook niet kunnen uitbreiden naar de professionals? Dat is misschien een eerste vraag. Van, haal je met de ethics office niet te veel bij de professional weg weer uiteindelijk? Of loop je dat risico niet? En hoe kijk jij daar tegenaan? Ja, ik vind het een goede vraag. En het is ook het is een discussie die we ook intern hebben. We willen uiteindelijk allemaal naar zelfsturende teams die zelf deze ethieke
een plek geven. En ik zeg ook wel eens van, in principe zou ik de meest overbodige baan moeten hebben die er is, want je wil natuurlijk dat iedereen het gelijk perfect doet. Alleen in de praktijk, en de reden dat ik bij de Volksbank kon beginnen, was omdat de ontwikkelaars aangaven van, ja, dit zou niet alleen onze verantwoordelijkheid moeten zijn. Er zou vanuit de organisatie ondersteuning moeten zijn bij het maken van dit soort beslissingen. En het zou ook vanuit een organisatiebeslissing moeten zijn. Als je het hebt over wat vinden we eerlijk in kredietbeoordeling bijvoorbeeld, dan kan het in mijn optiek niet zo zijn dat een data scientist mag bepalen wat we een gelijke verdeling tussen mannen en vrouwen vinden. Daar moet een gedegen, denk ik, een morele overweging aan vooraf gaan. En die moet ook goed gedocumenteerd zijn, zodat als we daarop aangesproken worden, we kunnen zeggen van, nou ja, op basis van deze en deze waarden hebben we deze keuze gemaakt. En ik ben het met je eens, het zou niet zo moeten zijn dat zo'n ethics office alle verantwoordelijkheid voor ethische afwegingen absorbeert. Maar wat we eigenlijk juist doen in het ontwikkelproces is een soort, en daarom zijn we ook zo betrokken in dat ontwikkelproces, is eigenlijk met ontwikkelaars kijken van, oké, hoe gaan we dit inzetten en welke mogelijke risico's kan dit met zich meebrengen. En we hebben het dus ook niet neergezet als een extra hoepel waar ze doorheen moeten springen en een nieuwe assessment. Maar meer vooral van, hoe zorgen we dat we dit model in één keer zo goed mogelijk neerzetten. Dat scheelt jullie ook werk op het moment dat je later in een soort acceptatieproces bijvoorbeeld komt van zo'n model, van zo'n service. Dus als we dit direct goed doen, direct goed documenteren, dan levert dat voor de organisatie en voor jullie gewoon winst op in tijd en in werk. En wij begeleiden hen bij het uitdenken en uitwerken van die aspecten. En het is uiteindelijk, en daarom hebben we ook een comply or explain, het is uiteindelijk hun verantwoordelijkheid in welke mate ze de adviezen ook daadwerkelijk incorporeren in de designs. En ze moeten daar dan wel verantwoording over afleggen als ze dat niet doen. Maar uiteindelijk is de gebruiker, de ontwikkelaar, de product owner, is verantwoordelijk voor hoe dat systeem draait. En wij zijn er alleen om te zorgen dat dat een realistische verantwoordelijkheid is waar het gaat om die ethische aspecten. Omdat ze zelf kenbaar hebben gemaakt, dat zou eigenlijk, dit kunnen we sowieso niet alleen. En wij vervullen meer een soort die ondersteunende rol, zonder daarbij de verantwoordelijkheid volledig te absorberen van, of te pretenderen dat wij weten wat ethisch is. Want uiteindelijk bepaalde belangenafwegingen gaan ook over, nou ja, commerciële belangen versus publieke belangen. Dat kunnen wij als ethics office ook niet maken. En soms moet dat ook gewoon bijvoorbeeld bij een board neergelegd worden of bij senior management, om daar een uitspraak op te halen van, hoe maken we deze afweging? Dus het is meer een soort faciliterende rol dan dat we dat overnemen van de verantwoordelijkheden van bijvoorbeeld ontwikkelaars. Ja, oké. Heel goed. Je zou misschien ook zo'n intervisiegroep, zoals je met die nieuwe organisatie, wat was het? De Ethische Data Science Association. Ja, precies. Ja. Zou je misschien ook binnen een organisatie kunnen doen? Ja, nou ja, klopt. Het grappige is dat we hebben daar een aantal sessies mee gedaan. En bijvoorbeeld met Unive ook. En een dilemma wat zij hadden, wat we extern hebben voorgelegd, gaan we nu ook bij hen intern met verschillende afdelingen bespreken. Ook gewoon om eens te kijken wat komt daaruit en wat voor verschillen geeft dat met de visie van externe experts. Dus dat is inderdaad wel heel leuk om op die manier ook aan de slag te kunnen met dit soort uitdagingen. Hoe zie je implementaties ook voor kleine organisaties? Wat zijn, als je nou zegt, welke dingen zou je nou absoluut moeten doen? Of welke dingen zou je nou ook, als je niet alles kan doen en als je niet de schaal hebt om een ethics office op te zetten. Wat zou dan volgens jou de do's zijn die je absoluut moet proberen? En zit daar ook een link met bijvoorbeeld wat je aangaf, die principled approach en die meer value-based approach? Is dat nog iets wat het een misschien beter werkt voor een grotere organisatie dan het ander voor een kleine organisatie? Dat vind ik eigenlijk wel een leuke, die laatste. Daar heb ik nog niet zo over nagedacht. Wat ik normaal als mensen vragen van, ja, wat kun je als kleine organisatie nou doen als je niet een specifieke afdeling hebt? Misschien niet eens een compliance afdeling of zoiets. Waar moet je dan beginnen? En wat ik meestal zeg is dat er een aantal hele gave en goede start-ups ook zijn die naast de technologieontwikkeling die ze faciliteren, dus bepaalde MLOps platforms, ook ingebouwde functies hebben om compliance checks bijvoorbeeld uit te voeren, maar ook om ethische checks en bias checks, fairness checks uit te voeren. En dat is denk ik een vrij laagdrempelige manier om, als je als kleine organisatie met data bezig bent, dat in je bestaande werkwijze toch op te nemen. En dan hoef je niet een ethics officer te hebben, maar als er een beleid is afgesproken van hoe we op een verantwoorde manier data inzetten, dan kun je eigenlijk op die manier ervoor zorgen dat ontwikkelaars, of misschien als je iets van een management hebt wat daarop meekijkt,
ook die aspecten eigenlijk invult en aanvult. En dat je dus in de centrale model inventory, of waar je dan ook een overzicht creëert van de modellen die je ontwikkelt, waar je mee werkt, dat je daar eigenlijk al direct in ieder geval een eerste beeld hebt van hoe voldoen we aan deze waarden en aan deze principes. En dat is volgens mij een mooie laagdrempelige manier om dat ook als kleine organisatie vast op te kunnen pakken. Ja, de andere vraag dus, met betrekking, zou een van die twee benaderingen beter passen bij groot of klein? Of, ja. Ik kan me voorstellen dat bijvoorbeeld value-based misschien makkelijker bij een kleine organisatie te implementeren is als het op projectbasis zou kunnen zijn. Ja, eens. En ik denk, ja, wat ik ook al zei, ze hebben allebei natuurlijk wel hun kracht. En ik denk dat het als kleine organisatie ook geen kwaad kan om een soort policy document of een beleidsdocument te maken over de waarden die voor jou leidend zijn in het ontwikkelen of het gebruik van data. Dus daar is denk ik ook niks mis mee. En value-sensitive design kan denk ik heel mooi zijn, inderdaad, om op projectbasis ook naar te kijken naar de waarden die in zo'n ontwerp gaan. Dus ik denk dat ze allebei goed van toepassing zouden kunnen zijn. En mijn punt is natuurlijk vooral dat je moet zorgen dat er ook een soort consistentie zit tussen die twee, zodat je, vandaar dat ik ook dit soort misschien meer standaardisatieachtige tooling aanraad, om te zorgen dat je daar een continu proces van maakt, ook als kleine organisatie, om wel te kijken, hebben we grip op die ethische aspecten van waar we mee bezig zijn, en documenteren we dat, of hebben we dat op een goede manier vastgelegd. Dus dat is, ja, dat zou de aanvulling denk ik van mijn kant daarop zijn. Je zou misschien ook kunnen kijken of je een soort van case-based redenering kunt gebruiken. Hè? Wat je in de zorg volgens mij ook wel ziet, dat er naar cases, specifieke cases gekeken wordt. En daar wordt dan bijvoorbeeld moreel beraad over gehouden. En op een gegeven moment wordt daar een beslissing genomen. Dit gaan we doen. Maar als je een aantal van dat soort gevallen naast elkaar legt, dan zie je, dan kun je daar vaak ook een soort van tendens uithalen. Dan kun je daar een soort van principes uithalen. Dus dan gebruik je eigenlijk iets als bijvoorbeeld value-sensitive design, om van bottom-up te komen ook tot principes en afspraken die misschien dichter bij de werkelijkheid van je eigen organisatie liggen dan de top-down geformuleerde guidelines. Dan heb je ook een soort van, dan heb je een wisselwerking tussen de twee. Ja, mooie suggestie. Ja. Er was nog een vraag, ook met betrekking tot die zei, er wordt gezegd, ja, model noem jij heel vaak nu in dat verhaal, maar heeft wat jij vertelt ook implicaties voor gewoon reguliere IT die ingezet wordt? Is dat ook iets wat meegenomen wordt in hoe jullie dat bij de Volksbank, die ethiek vormgeven? Ja, het hangt er denk ik ook een beetje vanaf wat je onder reguliere IT verstaat. Maar als het gaat over data warehouses en zo, dan raakt het natuurlijk al gauw aan data ethiek en aan data science ethiek. Maar ik denk wat belangrijk is dat we vooral gezegd hebben, wij willen kijken naar uiteindelijk de manier waarop data science ingezet wordt, naar dus die hele keten. Dus ook het gebruik van uitkomsten. En je merkt eigenlijk al vrij gauw dat je dan ook iets vindt van het proces waarin zo'n systeem ingezet wordt. En dan vervolgens ook iets vindt van het beleid als reden waarom zo'n proces überhaupt zo ingericht is. Dus het raakt aan een heleboel. En je moet op een gegeven moment ook zeggen, ja, we gaan dit wel kaderen naar ook handelingsopties die werkbaar zijn voor degene die daar op dit moment iets mee moeten doen. Maar ik heb wel het idee dat je, voor mij is dat, zeg maar, ik heb een psychologie en ethiek achtergrond. Ik heb 2 studies gedaan. Voor mij is dat een mooie manier om te zien dat ineens ethiek gaat leven. Via data science ethiek merk ik dat er ineens organisaties zichzelf veel meer vragen gaan stellen. Als het gaat om het diversiteitsbeleid, om misschien nieuwe producten, services, andere waardeafwegingen die gemaakt worden. Waardoor je eigenlijk door die manier van vragen die we met data science ethiek hebben geïntroduceerd, ook inderdaad andere vragen kunt stellen van, hey, waarom hebben we dit zo ingericht? Wat waren de beweegredenen en kunnen we dat nog eens terughalen? Staan we daar nog steeds achter? Hoe verhoudt zich dat tot hoe die waarden in de maatschappij leven? Want ethiek is natuurlijk ook nooit iets statisch. Dat is continu in beweging. En ook onze maatschappelijke waarden zijn continu in beweging. Dus het is denk ik ook van belang om een soort gevoelsprit uit te hebben van wat leeft er in de maatschappij en voldoen we nog wel aan de normen die men aan ons stelt, of die we misschien van onszelf zouden verwachten dat we daaraan voldoen. Ja, bedankt. Ik zou ook nog 2 vragen, die zijn eigenlijk een beetje gerelateerd aan het IAMA. Eén vraag ging eigenlijk over, hè, wat vind jij van, je bent er vast mee bekend met het IAMA,
Wat vind je ervan en met name van de mogelijke verplichtstelling hiervan, zoals in de Tweede Kamer nu is besproken? En een andere vraag ging eigenlijk over, wat zou je nou eigenlijk moeten doen met die restrisico's die uit zo'n IANA komen? Hoe moet je die nou gaan oppakken? Hoe borg je dat dat goed, dat daar echt iets goeds ook mee gedaan wordt? Ja, ik zie dat heel erg als complementair aan het verhaal wat ik verteld heb. Omdat zo'n IAMA denk ik een mooie tool is om jezelf de goede vragen te stellen. Het is een mooie volledige assessment. Alleen, en dat is met alle assessments die ik in ieder geval tot nu toe ben tegengekomen, het lost het organisatorische vraagstuk niet op. Van hoe richt je nou in dat dit structureel onderdeel is van je ontwikkelprocessen? Wie moet daarover gaan? Wat doe je inderdaad? Wie mag er beslissen over hoe bepaalde dingen worden ingevuld? Als er dilemma's uit naar boven komen, wie is vervolgens verantwoordelijk om dat op een goede manier af te handelen? Wie is de eindbeslisser? Hoe documenteer je die beslissing? Dus dit soort tooling, ik juich het toe dat in toenemende mate verplicht gesteld wordt, of in ieder geval gemeengoed wordt bij organisaties om op die manier naar hun systemen te kijken. Alleen denk ik dat het één deel van het verhaal is en niet een soort silver bullet waarmee je in één keer alle mensenrechten issues of alle aspecten oplost. Vanuit organisatieperspectief vraagt het iets, en daarom heb ik het ook organisatorisch design genoemd, vraagt het iets om je organisatie in te richten op een goede check en embedding eigenlijk van dit soort assessments. Ook inderdaad, wat doen we met de risico's die eruit komen? Wie gaat dat oppakken? Hoe richt je dat in? Dat soort vragen zijn er niet direct mee beantwoord. En ik denk ook voor die restrisico's moet je gewoon een goede governance hebben. Dat moet op die manier ingericht zijn dat daar de personen om tafel zitten. En ik denk dat moet altijd een combinatie van expertise zijn. Die besluiten over wat met bepaalde restrisico's gebeurt. Of dat geaccepteerd kan worden. Of dat men toch terug naar de tekentafel moet. Zodat je voorkomt dat een ontwikkelaar een assessment afneemt bijvoorbeeld. En dat dat ergens op een bureau landt van nou, we hebben er weer aan voldaan, check. Dat er vervolgens geen follow-up is, geen morele beraadslaging, nou, Marlies noemde het al. Dat zijn denk ik allemaal wezenlijke dingen die complementair zijn aan zo'n assessment en die wel ingebed moeten zijn in een organisatie voordat je zoiets op een goede manier kan laten landen. Dus in die zin is een verplichting misschien iets te beperkt, omdat je het liefst zou zien dat organisaties gewoon ingericht zijn hierop. En zo'n IAMA is denk ik een mooie tool. En zo'n verplichting is misschien ook een goede stok achter de deur om dat te gaan doen. Maar het vraagt wel meer van een organisatie dan alleen met elkaar zo'n assessment invullen. En het gaat ook wel om een vraag, die vind ik wel ook wel interessant. Hoe verhoudt zich nou dit tot DPA's en bestaande plichten, die natuurlijk al vanuit de AVG zijn? Zou je zeggen, moet je eerst zo'n ethisch assessment doen? Of moet je juist eerst misschien weer in de privacyhoek kijken? Heb je daar een idee of ervaringen mee? Ja, we hebben heel goed contact en afstemming met de Privacy Office. Ook omdat we gezegd hebben, nou ja, ten eerste willen we niet nog een assessment naast de DPA waarin praktisch hetzelfde staat. Welke data gebruik je, waarom, et cetera. Dus dat is voor de ontwikkelaar frustrerend en voor onszelf ook. Dus we hebben gekeken van waar zitten de vragen die in de DPA gesteld worden, die voor ons als Ethics Office ook interessant zijn. En we hebben gezegd vanuit ethisch oogpunt, signaleren wij bijvoorbeeld wel privacy issues, maar we geven er geen concrete handelingsopties op. Dus we zeggen alleen om te voorkomen dat het tussen wal en schip valt, flaggen we het als het ware. Dus we zeggen van, hey, hier zit mogelijk iets in waar Privacy Office naar zou moeten kijken, want hier zien we wel wat risico's. Maar wij nemen niet actief stappen daarop, ook omdat dat al wetgeving is. En daar dus een specifiek Privacy Office is die daar veel meer kennis van heeft en zich daarover kan buigen. Dus we laten het eigenlijk zo goed mogelijk aansluiten op de vragen en assessments die al verplicht gesteld zijn vanuit zo'n AVG. En we stemmen ook de privacy issues met Privacy Office af. Maar wij gaan niet zelf in de privacy vijver zitten vissen of daar nog aparte adviezen of handelingsopties aan toevoegen buiten wat zij al signaleren of adviseren. Er was ook nog een vraag, zag ik, over of je er een voorbeeld misschien is van de morisprudentie die jullie ontwikkeld hebben, wat deelbaar is of waar je kort iets over kan vertellen. Even kijken, nou ja, dat denk ik wel en dat is nog steeds ongoing, maar natuurlijk in ieder geval mijn ogen een van de belangrijkste use cases binnen de bank is kredietacceptatie en de modellen die gebruikt worden voor het beoordelen van kredietaanvragen. En daar wordt altijd een standaard dataset voor gebruikt. Ook de voor de hand liggende variabelen natuurlijk, zoals je inkomen, noem maar op.
Maar daarvan hebben we als Ethics Office gezegd, het zou goed zijn om ook te kijken naar een bepaalde dashboarding op te stellen, bepaalde extra checks en balances in place te hebben om te zorgen dat als we die modellen gaan updaten, of als dat, want dat gebeurt nu niet met machine learning bijvoorbeeld, maar als dat wel het geval is, om daar bepaalde kaders omheen op te zetten. En je hebt steeds de trade-off, en dat is er eentje die ik ook altijd interessant vind om te bespreken, tussen bijvoorbeeld fairness constraints die je aan zo'n model toevoegt, en de performance van zo'n model. Want als jij gaat zeggen van, we willen dat dit model, we gaan een correctie eigenlijk uitvoeren over het model om bepaalde groepen net iets meer in de lift te zetten en andere dus iets naar beneden bij te stellen, dan betekent dat de voorspellende waarde van je model iets naar beneden gaat. Dat is natuurlijk steeds de discussie. Lagere voorspellende waarde betekent ook een groter risico. Dus dat je klanten accepteert bijvoorbeeld die je eigenlijk niet had moeten accepteren. Dat vind ik een mooie discussie. Wat een echt ethische discussie is. En ondanks dat het gaat om een data science toepassing en om een heel concrete financiële toepassing, is uiteindelijk de vraag waar je op uitkomt van ja, wat vinden we eerlijk en hoe motiveren we wat voor ons eerlijk is en wat ook voor ons houdbaar is. Daar komt die organisatorische context en die ethiek komen daarin heel mooi samen, vind ik. Bedankt voor het voorbeeld. Ik heb nog wel een vraag. Ik ben benieuwd hoe jij er tegenaan kijkt. Ik heb een poosje terug een paper gelezen van iemand die pleit ervoor om in een proces een echt expliciete stap van reflectie, morele reflectie, in te bouwen in besluitvormingsprocessen. En dat ook te gebruiken om om bij mensen om hun eigen ethisch besef, zeg maar, verder te ontwikkelen. Dus zorg dat het iets herhaald wordt. Dus in besluitvormingsprocessen dat reflectiemoment inbouwen. En dat kun je alleen doen, maar dat kun je denk ik beter met een aantal mensen doen. En dat gewoon als standaard onderdeel van een proces. En op die manier ook voor jezelf dat moreel besef ontwikkelen. Want dat is ook wel een vraag die daarmee gekoppeld is. Van hoeveel moreel besef hebben we nou als professional op het gebied van IT, bijvoorbeeld als data science, nodig? Of hoeveel zit er in de instrumenten? En is het alleen maar even bewustwording en dan kunnen we het met de instrumenten? Of moeten we dat verder ontwikkelen? Dat vind ik wel een interessante vraag. Hoe kijk jij daar tegenaan? Dus sowieso denk ik wat er mooi aan is, is dat je dat inbouwt in de beslisprocessen. Dus dat het een standaard onderdeel wordt van de processen en beslissenstructuren. Dat is denk ik heel waardevol. Alleen denk ik dat inbedden in een organisatorische context wel breder is dan een reflectiemoment. In die zin dat ik weet dat als je in een bijvoorbeeld commerciële organisatie zit, dat je zoveel kunt reflecteren als je wilt, bij wijze van. Maar dat als het uiteindelijk gaat om de winstgevendheid van de services of producten die je aanbiedt, dat heel lastig is om dat erdoor te krijgen. Dus waar het hem wat mij betreft in zit, is een soort value alignment. Dat je zorgt dat die ethische waarden ook blijven stroken met wat er vanuit organisatieperspectief belangrijk wordt gevonden. En dat is ook een beetje waar mijn onderzoek over gaat. Van ja, implementeren van ethiek, als je uitzoomt, gaat dat vooral over hoe geven we nou die publieke waarden een plek, ook bij private organisaties. En zelfs bij overheidsorganisaties zijn natuurlijk commerciële waarden, tussen aanhalingstekens, als efficiëntie en innovatie, zijn ook gewoon sleutelbegrippen geworden. Dus ook daar wordt gestuurd op efficiënter werken. Wat ook weer kan botsen natuurlijk met dit soort ethische reflectie. Dus in de basis denk ik de inbedding van die reflectie is goed. Maar het vraagt natuurlijk ook om een organisatiecultuur, waarbinnen dit soort reflectie tot zinvolle uitkomsten of aanpassingen kan leiden. En waarin zo'n beslissing of zo'n gremium wat die beslissing neemt ook het mandaat heeft om te acteren op de uitkomsten van zo'n reflectie. En dat is voor mij wel een wezenlijk verschil met alleen de bezinning of discussie over waarden. Ja, heel mooi. Ik denk dat je er helemaal gelijk in hebt. Zouden we dan een soort van organisatie echt een ethische competentie als organisatie moeten ontwikkelen, waar al die onderdelen in samenhang voor elkaar zijn? Ja, dat is denk ik, vind ik wel een hele leuke suggestie. Zoiets zou natuurlijk wel,
wel heel mooi zijn. En je merkt ook wel, althans ik merk wel bij organisaties dat ethiek in toenemende mate daar gaat leven. Ook vanuit een soort sociale legitimiteit, waarin je kijkt van uiteindelijk zijn we onderdeel van een samenleving en moeten we ons ook verantwoorden aan die samenleving waarom wij doen hoe wij dat doen. En ik denk dat ethiek daar een heel, heel belangrijke rol in speelt, in goed nadenken over waarom je doet wat je doet en dat ook op een goede manier kunnen uitleggen en verantwoorden en misschien ook bijsturen op het moment dat je signaleert dat dat niet de goede kant op gaat. Ja, het is echt een combinatie, dat vind ik wel mooi, van reflectie, van structuur, van besturing, van organisatie, structuur, noem maar op. Ja, wat jij eerder ook al zei, echt holistisch daarnaar kijken. Oké, nou mooi om te horen dat het uiteindelijk toch meer is dan alleen maar een assessment uitvoeren of een compliance actie. En dat het natuurlijk eigenlijk wat jij aan het begin al zei, het gaat om het samenspel van de techniek, de organisatie en het eigenlijk zo complementair mogelijk maken van die twee, dat de techniek goed in de organisatie ingebed kan worden en dat de organisatie ook klaar is om echt met de techniek om te gaan en daar ook een besef van heeft van wat dat allemaal kan betekenen. In ieder geval allemaal hartstikke bedankt en anders tot de volgende keer.